dinsdag 21 juli. En als dit een nieuwe video is, gelukkig kijkt. En anders, leuk dat je nog steeds kijkt. Het is dus vandaag dinsdag. Wij zijn op Gran Canaria. En zoals je kan zien is het buiten nog heel donker. En dat komt omdat het heel vroeg is. Zou je denken, waarom is het zo vroeg? En waarom zijn jullie nu dan al wakker? Nou, je hebt hier dus een bepaalde paar wandelroutes. En vandaag is de eerste die we gaan doen. En ik vond het een leuk idee om met zonsopgang te gaan. Zodat je ook nog eens mooi, ja, mooie beelden en zo kan maken. Dus wij gaan nu. Het is nu bijna 6:30. Hoe heet het nou? Hoe zeg je rots in de wolken in het Spaans? Montañas en las nubes. Nee, het heet Roc de Nuble of zo. Roca de la Nube. Ja, hoe? Rocas de las nubes. Nou, daar gaan we naartoe. Heb je er zin in? Yes. Heel veel zin in. Maar ik ga dus, ik neem camera wel mee, maar ik ga niet mijn camera meenemen tijdens het wandelen. Maar wij gaan er in ieder geval nu vandoor. Nou, wij zijn onderweg. We rijden al eventjes in de bergen en we moeten nog 36 minuten. Echt dat ik het goed heb uitgezocht. En niet dat we er straks op iets anders aankomen. Maar, oh, dat was mijn zonnebril. Ik zal even wat vertellen over wat we zo gaan bekijken. Dan weten we gelijk ook de informatie. In ieder geval. Het is dus het symbool van Gran Canaria. Even kijken. Het ligt in de gemeente Tejeda. Tejeda. En het hoogste punt Tejeda. Van... Oh, het is het hoogste punt van het eiland. Het is een natuurmonument. Het is op 1800 meter. Boven zeeniveau. Ja, je gaat als een raket, idioot. Oh, sorry. Dat zat op de vlog. Oh, let's go. Nou, we moeten nog een kwartier. Maar dit is ook de eerste keer dat we überhaupt groen op dit eiland zien. Bomen. Struiken. Maar we hebben wel echt mooi uitzicht. Het is echt mooi. We zitten ook boven de wolken. Kijk hoe mooi. Het lijkt altijd veel minder mooi. Dat is wel een voordeel aan lekker vroeg gaan. Is dat er nog helemaal niemand is. Nou, we zitten weer terug in de auto. Hoe lang hadden we erover gedaan? 1 uur en 20 minuten of zo? Bijna 1,5 uur. Mm-hmm. Heen en terug. Het was wel te doen, toch? Op was een stukje wel zwaar. Je moet wel gewoon goed uitkijken waar je loopt. Maar het was echt heel erg goed te doen. En wij gingen dus heel vroeg. Dus het was ook nog niet zo super heet eigenlijk. En daarvoor staat dus een soort een bus met eten en drinken. En Macaulay heeft nu daarvan... Ja, wat zei je net? Een soort... Marsepein. Is het marsepein? Ja. Dit. Is het lekker? Mhm. Nou, en we gaan nu weer terug naar huis. En dan gaan we lekker naar het strand toe. Nou, wij zitten weer in de auto. We hebben ons thuis eventjes omgekleed. Even een bikini aan. Deze van Lovies. En het jurkje is van Naked. En wat gaan we nu doen? We gaan naar de beach. Ja, we gaan naar... Strand. Naar Amfi Del Mar. Zeg ik dat goed? Uitgesproken? Amfi Del Mar. En het is nu ongeveer, komen we daar rond 11:30 aan. Want ja, het
uiteindelijk ben je best wel lang onderweg. Als je ook een uur heen moet en een uur terug. En we zijn nog even naar een bakkertje geweest. Wat was nou het Spaanse woord? Panaderia. Panaderia. Ja, nou, daar hebben we even een broodje gehaald. En ja, dat eigenlijk. Vandaag weer lekker de hele dag in de zon liggen. Zin in. Adios. Adios, amigos. Yo también se lo metí. Me dijo que era una... Nou, wij zijn aangekomen op het strand. Het is echt heel druk. Maar ze hebben hier wel echt heel lekker zand. Oh, lekker een peuk naast mijn voet. Gatsie. Wat? Het zat een sigarettenpeuk naast mijn voet. Maar ze hebben hier heel lekker wit zand. En hoe was het water? Koud, hè? Mega koud. Het was echt koud. Kouder dan ander, vond ik. Het was echt koud. En we zijn nu bij Amfi Del Mar. Amfi Del Mar. Ja. En de bedjes zijn 7 euro. 7 euro per stuk. Plus een parasol 7 euro. Dus 21 voor een hele set. Voor de mensen die het interessant vinden. En we hebben even lekker een ijskoffietje besteld. Aangezien we sinds 6 uur wakker zijn. Ja. Gereed hebben gegeten. Ja, we hebben alleen een broodje bij de bakker gegeten. En ik ga zo meteen weer verder lezen uit mijn boek. Want ik lees dus het Hoe overleef ik boek. En ik ben bij bladzijde 100 volgens mij. Hier zijn we nog bijna klaar. Er zit gewoon Oreo ook op, hè, op de ijskoffie. Ik denk dat er 900 calorieën zitten. De ijs zit alles in, hè? Goeie, hoor. Wel echt heel lekker. Naast jou ben ik zo wit. Nou, wij liggen alweer even een paar uurtjes hier. Het is wel lekker strand, hè? Het is wel heel druk. Het is wel... Ik zou wel zeggen dat dit wel echt de beste strand is. Ja, vond je niet Lamadores? Hoe heet dat? Ah, Amadores. Amadores strand is heel leuk, maar deze is gewoon echt schoongemaakt. Wordt elke dag schoongemaakt. Ja, dat is waar. Het wordt heel erg goed gecontroleerd, geen extra geluiden en zo. Je mag je ook niet roken en dat je mag soort niet roken, je mag geen muziek aanzetten, je mag geen alcohol drinken. Zo, dan weet je dat als je dat hierin gaat, dat je gewoon echt goed en veilig zit. Ja, dat is waar. Als in en dat we aspect, hebben lekker eten besteld. Nee. Zo, heerlijk. Wat heb je besteld? Een salade. En ik heb springrolls besteld. Ik ben heel benieuwd of het van die gebakken springrolls zijn, gefrituurd. Of dat het van die doorzichtige zijn. Ik ben heel benieuwd. Maar heel veel zin in ieder geval. Met een lekker colaatje erbij. Dos. Hier was. Geniet, Dos. En daar rechts, daar ligt de Beach Club. Misschien kunnen we daar ook een keer nog naartoe. Kijk, we zijn bijna even bruin. Dit zijn de springrolls. Ik dacht dat het anders was. Maar maakt niet uit. Vast wel heel lekker. En weer terug op de kamer. En we zitten op het balkon. Regenwormen te spelen. Revenge. Ik sta tot nu toe vooraan. Met dit. Laatste worp. Oeh. 12. Hoeveel is dat, schatje? Waarom zit je nou zo kut te doen? Dan? En in 20 zo. 27. Ja. En wie denk je... Oh, zo, hij vliegt net weg. Dood. Je gooit gewoon het hoogste wat er is. Ja, speciaal voor jou. Hij gooit eerst 5 regenwormen en daarna 3 wijven. Top. Volgende ronde ligt hij weer terug. Gezellig. Kijk eens wie er weer bij is. Onze vriend. Hi, miss. Wat je? Oeh, dood.
21, oh jammer. Nou, gaan we tellen. 4. 5. Ik ga douchen. We hebben ons klaargemaakt voor de avond. Ik heb dit jumpsuitje aan van de Zara met onder mijn cowboy boots. En ik heb deze oorbellen in, deze zeesterren. Leuk of heel heftig? En mijn haar vast, want het is heel vet. Oké, zullen we gaan? Ja. Moet je nog iets meenemen? Ja. En jij hebt een shirt aan. Oh, we zijn echt helemaal matchy. Oh. Van Jack & Jones. Van Jack & Jones. Broekje van Jack & Jones. Nee, gewoon Air Force. Air Force. Oké, wij zijn weer aangekomen in Maspalomas, toch? Heet het zo? En we zitten nu hier zo bij Gran Italia. Dit hadden we als tip gekregen, maar de gerechten zagen er echt heel lekker uit. En toen ik net rondkeek, zag het er ook heel lekker uit. Ze hebben echt een hele grote kaart. Dus pizza, pasta. Heel simpel gerechten. Maar ook vleesgerechten. Maar ja, ik ben gewoon heel basic. Dus voor mij gewoon pizza moet je gewoon zeggen. Maar ik weet echt zeker dat er meer mensen zijn die de vlog kijken die ook altijd pizza margherita bestellen. Ik vind het oprecht lekkerder dan allemaal dingen erop. Behalve bij Fratelli, dan vind ik ook de pizza taco heel lekker. Maar ik hou bijvoorbeeld wel van groente erop. Ik wilde eigenlijk de groente pizza bestellen. Maar dan wil ik dus geen champignon en zo. En dan voel ik me weer zo zonder champignon. Snap je? Ik vind het echt onzin wat ik nu zeg. Nee, toch ook? Kijken. Ja. En weet je, jij vindt mij raar, maar wie bestelt er nou weer een thee in 30 graden? Nou, dat vind ik raar. Proost. Met de thee en de cola. Cheers. Je bent wel erg bruin geworden vandaag. Jij ook. Zo, ze zijn echt heel groot. Eet smakelijk, lieverd. Even kijken of ik in de hoop krijg. Ja, want we willen eigenlijk ook nog een ijsje. Snij jij hem eerst? Ze hebben zo één gegeten. Mijn koude is dus een beetje ziek. Deze pizza's waren echt heel heel lekker. Aanrader. Ja. En het was er ook heel snel. Ja, we zitten er wel, het is 10:30, maar oké. En er zit dus daarnaast een heel grote ijssalon met heel veel smaakjes. En je kan dus die ijsjes gewoon aan je tafel bestellen. Dus we hebben allebei een ijsje gekozen. En de rest van de pizza hebben we hier staan. Dat is een beetje veel. Maar ja, er is altijd plek voor een dessert. Een ijsje. Altijd ruimte voor een ijsje. Er is nog een verhaal die jij moet vertellen aan de vlog. Wat jij vandaag hebt gedaan. Weet je niet wat ik bedoel? Oké. Toen ben je in de berg gereden. Wat wilde jij toen hebben? Iets groens? Wat wilde je hebben? Een? Iets groens. Iets groens? Een plant? Een? Pannenkoekenboom. Vandaag een? Wat vraag je nou? Een cactus. Oh, een cactus. Ja. Fruit. Macaulay wou een cactus. Waarom wou je hem nou precies? Omdat ik dat nog nooit heb gegeten. Hij wilde een cactus eten, gewoon een cactus die langs de weg staat. Nou ja. Je snapt wel dat ik dat natuurlijk geen goed idee vond. Maar ik dacht, ik hou een keer mijn mond. Want ja, ik bemoei me er altijd mee. En ik dacht ook, elk 4-jarig kind weet dat je geen cactus moet eten of pakken. Wat gebeurde er toen? Vertel even. Zo. Het ijsje kwam even tussendoor, maar we moeten even snel het verhaal afmaken. Die cactus, wat deed jij? Ik had een cactus gepakt. Ja, langs de weg. Gewoon langs de weg gingen we stoppen. Een cactus pakken. En wat gebeurde er toen? Niks. Ik word weer ijs. Het smelt. Ik vertel het wel even. Zijn hele handen zaten onder de stekels. Maar niet één, niet twee, maar gewoon 20 stekels. Over al zijn vingers en allebei de kanten. Is het lekker? Ja. Wow.
Dit is één bol, jongens. Ben je nu blij dat je maar één bol hebt? Probeer het. Oké, ik was deze vlog aan het editen en ik weet, alle vlogs hebben echt een heel abrupt einde. Omdat ik niet wist of ik van elke dag een vlog kon maken. Maar deze vlog is ongeveer 15 minuten, dus dat is helemaal prima. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. En dan hoop ik je natuurlijk ook weer te zien morgen om 4 uur bij een nieuwe video. Elke dag om 4 uur een nieuwe video. En heel erg bedankt voor het kijken. Ik zou het heel erg leuk vinden als je een leuke reactie achterlaat. Doei doeg!